Goedenavond allemaal, ik ben Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van de nieuwe finalistes van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier Annelies Godijns bij mij, dag Annelies. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Is de stress er al een beetje vanaf? Het zit er toch nog een klein beetje in, maar het is echt een super toffe avond al geweest en ik kijk uit naar wat er eigenlijk nog komt, dus ik vind het echt spannend. Ja, dat kan ik geloven, maar je doet dat heel goed. Vertel eens een beetje meer over je zaak, wat doe je juist? Ik heb een zaak, voornamelijk nagels en ook gelaatsverzorgingen, dus doe een beetje beide. Ik ben wel afgestudeerd als schoonheidsspecialiste, maar ik wou zo een beetje specialiseren op huidverbetering en op nagels, dus dat is wat ik vooral doe. En dat zie je ook in de naam, Goddess Beauty and Nails, dus een beetje van de beide. En verklaar die naam Goddess. Ja, mijn naam is Godijns, dus ik wou daar een beetje van mezelf in steken. Dus Goddess is een beetje goddelijk beauty. Ja, dus dat is daarvan eigenlijk een beetje. En wat hoop je te bereiken na deze verkiezing? Goh, na deze verkiezing, mijn zaak sowieso laten openbloeien. Nu is het een bijberoep, maar ooit zou ik het toch graag ook in hoofdberoep doen. En ik wil eigenlijk ook wel meer gelaatsverzorgingen doen. Echt meer huidverbetering, apparatuur, dat zou ik echt wel graag doen. Ja, dat zijn allemaal heel interessante zaken. Doe ik ook trouwens. Dat snap ik. Vertel eens wat meer over jouw persoonlijkheid. Goh, ik ben heel enthousiast. Ja. Ik ben zo'n beetje een grappenmaker, denk ik. Ik ben heel spontaan. Ik kan zo met iedereen wel opschieten. En ik leer graag echt nieuwe mensen kennen. Dus ik denk dat ik hier wel goed zit. Dat denk ik ook. Dank u wel alleszins en veel succes nog verder. Graag gedaan. Dag.